Ja, Mo El Ankouri, allereerste oefenwedstrijd. Jullie winnen met 1-8. Ben je tevreden? Ja, de bedoeling was om zoveel mogelijk kansen te creëren en doelpunten te maken. Ik denk dat we dat goed hebben gedaan. In de eerste helft en de tweede helft, twee verschillende elftallen. Na 45 minuten maar 1-0. In de tweede helft hebben jullie orde op zaken gesteld. Jij speelt in dat elftal in de tweede helft. Dus kan ik me voorstellen dat jij in ieder geval met een tevreden gevoel van het veld op kan gaan? Ja, zeker. Mijn acties die lukten gewoon goed. Ik heb twee doelpunten gemaakt, dus ik ben tevreden over vandaag. Hoe is het voor de rest van de week gegaan? Is dat toch wel weer even aanklampen nadat jullie weer helemaal op nul moeten beginnen, een nieuw seizoen? Nee, ik denk gewoon, we begonnen maandag. Was het even inkomen, balgevoel. En toen daarna zijn we eigenlijk gewoon gelijk aan de slag gegaan. En dat ging goed. En jij bent teruggekeerd na een uitleenperiode bij Willem II. Hoe goed is dat jaar Willem II Eredivisie voor je geweest? Heel erg goed. Ik ben er heel blij mee dat ik een jaar naar Willem II ben gegaan. Omdat ik daar natuurlijk gewoon als mens volwassener ben geworden. En qua spel in het voetbal ook volwassener ben geworden. En dit jaar wil je ongetwijfeld doorbreken bij Feyenoord. Wat is je doelstelling? Ik hoop dat ik hier bij Feyenoord kan slagen. En daar zal ik alles aan doen om dat te bereiken. Onder meer buitenspeler Bilal Bassasikoglu is weg. Ja, dat biedt misschien wel perspectief dat je wel veel minuten kan gaan maken dit jaar. Ja, dat kan. Maar dat moet ik ook zelf laten zien. Nu hebben jullie een voorbereiding met aardig wat mooie wedstrijden. Op trainingskamp sowieso twee keer. Fenerbahçe is er nog bijgekomen. Jullie gaan nog spelen tegen Levante. Ja, dat zijn wedstrijden waarin jullie kunnen zien waar jullie echt staan. Hè? Want dit is leuk tegen amateurs, maar dit is eigenlijk meer een veredelde training. Ja, dat zijn wedstrijden waarin je jezelf natuurlijk kunt meten. En we werken gewoon naar die wedstrijden toe. En dan staan we er.